De buffer. Ik wil je uitleggen wat een buffer is, uh, hoe je ermee kan rekenen, dus het heeft met pH te maken, en ook uitleggen hoe het komt dat een buffer een bufferende werking heeft. Nou, wat een buffer precies is, dat is makkelijk uit te leggen. Een buffer is een oplossing waarvan de pH constant blijft, vrijwel constant, als je hem gaat verdunnen of je doet er wat zuur of base bij. Nou, dat is wel bijzonder, want uh, als je aan een sterk zuur, bijvoorbeeld zoutzuur, wat water toevoegt, dan stijgt de pH. Die gaat richting de 7. Mijn buffer niet. Die blijft constant. Nou is het wel, er zit natuurlijk een, een grens aan. Als je een liter buffer hebt en die heeft een pH van 4,1, ik noem maar een getal, en die liter die schenk je leeg in een heel groot zwembad, dan is het natuurlijk niet de pH van al het zwemwater 4,1. Dus het gaat om een kleine hoeveelheid water, dan blijft die constant. En klein kleine hoeveelheden zuur en of bazen. <tiek> nou, hoe werkt een buffer? Hoe maak je een buffer? Als voorbeeld neem ik een azijnzure buffer: waterstofacetaat, HAC. De acetaat staat voor CH3CO-. Dus dat is azijnzuur. Azijnzuur is een zwak zuur. Dus als je daar een oplossing van maakt, bijvoorbeeld van. 0,1 mol per liter, dan krijg je de pH-berekeningen. Dan gaat er iets naar rechts. Dat is x mol, ik weet niet hoeveel nog. En dan hou je over 0,1 min x aan de linkerkant. Daarvoor geldt een KZ. En de KZ is wat rechts staat, schrijf je boven de deelstreep. En wat links staat, schrijf je onder de deelstreep. Nou, dit zijn de algemene pH-berekeningen. Dat is dus de pH van een zwak zuur, die kun je op die manier uitrekenen. Maar wat is nou een buffer? Nou, dan ga ik dit even weer weghalen. Een buffer krijg je als je aan deze azijnzure oplossing extra acetaat toevoegt. Nou, extra acetaat voeg je bijvoorbeeld toe in de vorm van een zout, natriumacetaat. Een zout is een positief metalion, bijvoorbeeld een volgende natriumion, N. -plus, en een zuurrestion, dat is in dit geval Ac-. -min. Nou, als je dit oplost, AQ, dan splitst het geheel. Alle natriumzouten zijn oplosbaar in N, -plus en Ac-. -min. Nou, als je dit nou bij elkaar in een vat doet, dan heb je een buffer. Hoe komt dat? De bovenste is een evenwichtsreactie. Als ik nou meer acmin toevoeg van deze, dus omdat ik dit natriumacetaat oplos, krijg ik meer acmin, dan neem deze toe, dan gaat het evenwicht verder naar links. Ja? dus eigenlijk kun je dan stellen dat dit nauwelijks gesplitst is. Dus hoe meer acmin je erbij doet, hoe verder het naar links staat. Dus dan kun je eigenlijk wel stellen dat de HAC-concentratie, de actuele concentratie, gelijk is aan de bruto-concentratie HAC. En deze hoeveelheid die splitst volledig. Ja, dus je kan ook stellen dat de AC-concentratie is gelijk aan de concentratie NaAC. Ja, dat zijn aannames, maar die zijn redelijk te verdedigen als je maar voldoende hebt... Van het azijnzuur en van het natriumacetaat, als je dat bij elkaar doet, bijvoorbeeld 1 mol van allebei. Nou, dan gebeurt er iets leuks. Dan kan ik de, de bufferformule afleiden. Dat is een afleiding die jullie niet per se hoeven te kunnen reproduceren, maar dit is wel verduidelijkend voor uh, wat, er, wat er gebeurt. Um, ik ga even de KZ opstellen. Dit doe ik natuurlijk in het rood, want dit is een zuur. KZ is, nou, wat rechts staat komt bovenin, H plus maal AC min, gedeeld door HAc. Ja, er is niks mis mee, dat is gewoon feitelijk, is dat zo. Als ik nou, um, even kijken, wat is nu het handigste? Als ik nou de bovenste met HAc vermenigvuldig en deze ook, dan vervallen deze twee. Als ik nou deze deel door AC min, en deze ook, dan vervallen deze twee. En dan krijg je uiteindelijk de vergelijking H plus is gelijk aan, nou wat links staat, HAC maal KZ gedeeld door AC min. Dat er min moet staan. Ja? Um, nou, Dan krijgen we bijna de bufferformule. De bufferformule is echt handig om te onthouden. Um, hierboven, even kijken hoor, deze bij, staat: de concentratie van HAC. Nou, jullie weten, de concentratie C is N gedeeld door V. Omdat zowel HAC als AC-in hetzelfde volume zitten, kun je het volume wegstrepen. Dus in plaats van C kun je ook N schrijven. Dus eigenlijk is H plus gelijk aan KZ maal N zuur gedeeld door N zout. En ik gebruik de term zout voor het AC- -min, wat je dus koppelt aan uh, een metalion. want ik voeg toe: natriumacetaat. Nou, nu heb ik ineens een nieuwe formule gekregen. Nou, eigenlijk is het gewoon dezelfde, alleen iets anders opgeschreven. Hij is wat handiger opgeschreven. Ik zal er even een, uh, een hok omheen tekenen. Een schilderijlijst. Zo. Want die is belangrijk. Dat is de bufferformule. Jo. Bufferformule. De bufferformule is dus H. Concentratie H is Kz maal de hoeveelheid zuur gedeeld door de hoeveelheid zout. Nou, dan is er nog iets leuks. Stel, n zuur is gelijk aan n zout. Dan is n zuur gedeeld door n zout is 1. Dus dat geldt: de h is gelijk aan de kz. Dus dat betekent dat de pH is gelijk aan de pkz. Dus als, als die voorwaarden gelden, als je evenveel zuur hebt als basis. Dus dat betekent, als je een zijnzure buffer maakt met evenveel zuur als zuurrest in de vorm van natriumacetaat, dan is de pH gelijk aan de pKz. Nou, wat is nou ook weer de pKz? P is niks anders dan een minlog, dus de pKz is de minlog van de Kz. Nou, die staat hier gewoon in BINAS. Dit is de Kz, de zuurconstante, waar je tot nu toe steeds mee hebt gewerkt, en dit is de pKz, dus de minlog van de Kz. Nou, we hebben het over azijnzuur, dat is CH3COOH, die zit hier. En dan is de pKz 4,76. Dus als ik als N gelijk is aan N natriumacetaat, dan volgt hieruit de pH van de azijnzurenbuffer is 4,76. <tot> Nou, zo kun je de PKZ gebruiken om een, een geschikt uh, zuur, zuurrest uit te zoeken om een buffer te maken. Dus als je een buffer wil maken met een pH van uh, 3,20. Dan neem je natuurlijk deze 3,20. En dan neem je HF als zwak zuur. En je neemt fluoride als base En die voeg je toe in de vorm van natriumfluoride. Nou, dat is een beetje te dik. Dat is wat lastig lezen dat zie ik nu. Natrium. Nou. Natriumfluoride. Natriumfluoride lost geheel op. Dus als je daar 1 mol van neemt, en je neemt 1 mol waterstoffluoride, dan heb je een pH buffer een buffer met een pH van 3,20. Um, als je nou Iets meer zuur neemt dan zuurrest, dan heb je dus meer zuur en dan heb je een pH van iets onder de 3,20. Ja? Dus hoe moet je nou gaan rekenen als je bijvoorbeeld, uh, stel, nou dan moeten we dikker, stel, ik wil een pH hebben van, ik wil een azijnzuurbuffer. Met een, met een pH van 4,50. <kliek> hoeveel HAc en hoeveel NaAC moet je dan aan elkaar toevoegen? Nou, zet het filmpje even stop en probeer het zelf eens te doen. En dan zal ik het zo uitleggen met de hulp van de bufferformule. Nou, de oplossing, en er zijn zure buffen, pH moet 4,5 worden, dus dat betekent dat die iets zuurder is dan uh, wanneer je 1 op 1 verhouding zuur-zout doet, want dan is de pH 4,76, dat is iets hoger. Dus je moet iets meer zuur nemen. Nou, de bufferformule invullen. Um, laat ik het met blauw doen. H plus is 10 tot de macht min 4,50, dat is wat die moet worden. Kz is 10 tot de macht min 4,76. En die... Sorry, het is niet is, het is maal, de hoeveelheid, en zuur gedeelde en zout. Ja, dus dat bleek, betekent dat, uh, en zuur gedeelde zout, dan deel ik die op elkaar, dan heb ik die verhouding. Nou, wat komt daaruit? Nou, maar even een rekenmachine pakken. 4,50... Uh, Delen door 10 tot en met 4,76. En dat is. Dat klopt niet, ik heb iets verkeerd getypt. Ik ga het nog een keer doen. Ja, de knoppen van deze oude rekenmachine. die, die, die doen het niet altijd meer. Maar er komt 1,8 uit. 1,82. Dus dat betekent: ik heb 1,82 keer zoveel zuur nodig. als van het zout. Dus als ik 1,82 mol. Zuur plus 1 mol, 1,00 mol uh, natriumacetaat, dus het zout aan elkaar toevoeg dan heb ik een zijne zure buffer met een pH van 4,50. Uh, <tacht> Zo gaan de berekeningen. Nou, even een, een paar uh, kanttekeningen. Als je de hoeveelheid zuur en hoeveelheid zout, als je daar grote getallen voor neemt, dan heb je veel buffervoorraad. Dan heb je een hele sterke buffer. Je kan heel veel zuur en heel veel bazen verdragen zonder de pH heel veel te laten veranderen. Als je heel weinig buffervoorraad hebt, dus 0,1 mol zuur en 0,1 mol zout, dan is de buffercapaciteit veel lager. Dat spreekt voor zich, denk ik. Dat geldt ook voor het verdunnen. Als je de water aan toevoegt. Trouwens, in, in, de bufferformule zit geen, in de bufferformule zit geen volume van het water in. Dus daaruit blijkt dan dat uh, de concentratie van het zuur onafhankelijk is. Andersom, de, P, de pH is onafhankelijk van de concentratie van het zuur en het zout. Natuurlijk ook binnen de grenzen. Als je het heel erg gaat verdunnen, dan klopt het niet meer. Dus, um, als je de pH niet gelijk hebt aan de pKz, dan heb je een scheve verhouding, dus of meer zuur of juist meer zout. Welke verhoudingen eh, zijn toegestaan dat de buffer nog een buffer mag heten, zullen we maar zeggen? Nou, daarvoor geldt de vuistregel. Als de pKz plus of min 1, dan geldt, dan heb je een goede buffer. Ja. Dus als ik een azijnzure buffer wil van 4,50 en de pKz is 4,76, dan is de, de azijnzure, buffer, azijnzure buffer, die is dus prima als de pH uh, <laughs> uh, 3,76. En kleiner dan 5,76. <tacht> en hoe dichter bij de Kz, hoe beter de buffer is. Ja, dit, nou, dit is eigenlijk het berekenen aan een buffer. Als je dit uh, toepast, dan gaat het wel lukken. Um, nou, nog even. Uh, wanneer heb je een buffer? Je hebt een buffer als je een zwak zuur hebt. Zwak zuur plus het zuurrest. Dus bijvoorbeeld uh, HAC plus natriumacetaat. Dat is één manier. Je kan nog een manier een uh, buffer maken. Dat vind je bij de titraties. Je kan ook een zwak zuur gebruiken plus een sterke base. Ja? Dat kan bijvoorbeeld zich uiten in HAC plus natroloog. Waarom is dit nou ook een buffer? Nou, dat is eigenlijk heel makkelijk. Schrijken is altijd makkelijk, als je weet hoe het zit, tenminste. HAC is een zwak zuur, dus dat moet je als molecuulvorm opschrijven. Als je daar een sterke base bij doet, krijg je een aflopende reactie. Dan krijg je dus H2O plus HC-. Dus stel, ik heb 1,0 mol van dit en ik doe de 0,5 mol OH- voeg ik toe. Dan hou ik dus 0,5 mol HAC over. En er ontstaat 0,5 mol AC min. Nou, in dat geval heb je eigenlijk dus weer deze en deze. En dan heb je dus weer voorbeeld A. Je hebt een zwak zuur met het zuurrest. Nou, dat vind je bijvoorbeeld terug in de diagrammen van de titraties. Die moeten we ook nog een keer doen. Dus als je een titratie doet... Van uh, azijnzuur met loog Dus hier zet je uit de pH. En hier zet je uit uh, milliliter loog. Wat je toevoegt. Je begint met een hoeveelheid azijnzuur. En die heeft natuurlijk een, uh, een begin pH. Dus dan voeg je loog toe. En dan gaat die pH nauwelijks omhoog. En ineens schiet die omhoog. En dan gaat die zo. Nou, wat is hier nou aan de hand? Ik heb dus hier, ik voeg een base toe en de pH verandert nauwelijks. Dus dan heb ik een bufferende werking. Dus dan heb ik een buffer. Hoe komt dat? Nou, ik heb HAC en ik doe de OH- bij. En als dat met elkaar reageert, aflopend, dan krijg ik dus H2O en AC-. -min. En omdat ik deze en deze, oh, <laughs> dat ging niet goed. Deze en deze heb, heb ik dus een buffer. Nou, op een gegeven moment is het azijnzuur zo laag in concentratie, dat je eigenlijk vooral OM- hebt en dan schiet het omhoog. En hier heb je ook dat de pH constant blijft, maar dat is als je een hele sterke baas hebt, en je hebt er heel veel van, en je, doet daar, en je gaat die iets verdunnen, wat in feitelijk gebeurt, ja, dan neemt de pH ook uh, weinig verandering. Alleen als je hier een plons water bij doet, dan, dan uh, gaat die wel uh, lager worden. Uh, dus een loog is dus puur alleen als loog, is niet geschikt als buffer. Ja, je ziet ook direct waarom je bij een titratie niet heel veel water moet toevoegen, want als je heel veel water toevoegt, dan, dan gaat die zo en dan krijg je een flower, Equivalentie, euh, flauwe verlopen rond het equivalentiepunt en dan kun je de kleuromslag moeilijker zien. Dat komt later wel. Um, buffers, buffer is dus een oplossing met constante pH, vrijwel constante pH. Je weet nu hoe een buffer samengesteld wordt, een zuur met een zuurrest bijvoorbeeld. Uh, je, je moet eraan kunnen rekenen. Je moet tot slot ook nog weten hoe die werkt. Nou, dat wil ik nu uitleggen. De werking van een buffer. Ik ga even weer uit van een azijnzure buffer. Dat is misschien een beetje flauw, want dat doen alle scheikundeboeken boeken ook, maar goed. Azijnzure buffer bestaat uit een zwak zuur azijnzuur en je doet extra ac -min, doe je erbij. Nou, die ac min voeg je toe in de vorm van acetaat. Dan krijg je eigenlijk twee uh, systemen van reacties. In het voorraadvat. Dus dit is het voorraadvat waar de buffer in zit. Hoe komt dat? Nou, HAC is een zwak zuur, dus dat is gesplitst in H en Ac-. -min. Maar dit evenwicht ligt vooral links. Vooral ook omdat ik extra Ac- -min toevoeg in de vorm van natriumacetaat. Natriumacetaat lost geheel op, dus dat splitst in Na en Ac-. -min. Na is een tribune dus je doet verder niet mee. Dus ik heb extra Ac-. -min. Die Ac- reageert met water tot HAC en OH- en ook daarvan ligt het evenwicht vooral links, want dit is een sterke basen. Wat gebeurt er nu als ik hier extra zuur toevoeg? Of wat gebeurt er als ik hier extra basen toevoeg? Dan blijft de pH dus constant. Ja, dus dat betekent dat uh, deze H+, concentratie, dit is de bufferformule. Die blijft constant. Dus dit is een constante, die is natuurlijk ook constant. Dus dat betekent dat deze molverhoudingen ook constant moeten blijven. Als die constant blijven, dan blijft die constant. En dat is wat er bij een buffer gebeurt. Nou, hoe kan dat? Nou, als ik OM- toevoeg, laat ik eerst die doen. OH- is een sterke base, die reageert dan met het sterkste zuur wat daarin, voor, daarin staat. En dat is H. Dus deze die wordt wat lager. Als deze lager wordt, dan gaat deze reactie naar rechts. Dan krijg ik meer AC- -min. en dan AC-, -min, dan krijg ik meer van, dan gaat deze ook naar rechts. Dus deze wordt iets kleiner en die wordt kleiner en de molverhouding blijft hetzelfde. En omdat die hetzelfde blijven, blijft de H constant. Nou, als ik H toevoeg, H die reageert met de sterkste base die hier staat, het is O-. -min dus deze gaat weg, die reageert met H+ tot H2O. dus dan wordt dit aangevoerd, dus deze wordt, uh, wordt, wordt wat minder. en als die minder wordt, dan wordt dat weer aangevoerd, dan wordt die ook weer wat minder. dus eigenlijk is de toevoegen van zuur of de toevoeging van ammoniëum, die worden uh, die verstoren de evenwichten, maar de evenwichten herstellen zichzelf op een manier dat deze molverhouding globaal hetzelfde blijft. En nou, omdat die hetzelfde blijft, blijft de H constant, de concentratie ervan, en blijft dus de pH constant. Ja, binnen zekere grenzen natuurlijk. Hè? Nou, dit is het eigenlijk. <tossimus> Bussen komen veel voor. Ook in je lijf. Bloed heeft een hele constante pH, maar er zijn meer gebieden in je lichaam aan te wijzen waar buffers hun, hun, hun best doen om je niet ziek te laten worden. Want je weet natuurlijk, als de pH in je lijf verandert, dan verandert de, de, de ruimtelijke vorm, de tertiaire structuur van de uh, enzymen. Als de enzymen van vorm veranderen, dan werken ze niet meer, dus dan word je ziek. Ja? Dit was het. Doeg!